dit is precies een voor speeltuin. Mijn naam is Henk Schuringa. Ik ben productmanager van Yammer. Yammer Europa. We zijn gevestigd in Almere. Op dit moment staan we hier op de beurs Future Farming and Experience, of Food Experience Day in Lelystad. En wij tonen op dit moment onze IT94. De IT94 is de enige 90 pk trekker die we hier in Europa hebben staan. En onze visie van Yammer is om eigenlijk zeg maar, het autonome rijden, wat eigenlijk al bekend is in Japan, om dat ook richting Nederland te halen. Of in ieder geval richting Europa. Deze trekker die is in Japan uitgevoerd met een module die autonoom kan rijden, maar ook andere tractoren kan aansturen. Het is eigenlijk een gecombineerde combinatie zeg maar, die veel toegepast wordt in Japan. We zijn sinds 2 jaar hebben wij ook het IT Agri binnen ons gamma zitten. Wij proberen ongeveer een 250 werktuigen binnen Europa proberen wij op de markt te brengen. En om eigenlijk een relatieve domme werktuig wat slim te maken, gaan wij straks gebruik maken van GPS-techniek. En die GPS-techniek heeft de mogelijkheid zeg maar, om heel nauwkeurig langs de bieten, uien en andere dingen te kunnen rijden. We zijn nog niet zo ver, maar dat is een stukje ontwikkeling die we de komende jaren zeg maar, willen gaan toepassen. Deze trekker die is ontworpen in 2016. Is toen eigenlijk al op de markt gezet. In de basis is het een 4-cilinder motor, 4-cilinder 90 pk met een hydrostaat. De hydrostaat maakt het eigenlijk zeg maar, dat deze soepel loopt, betrouwbaar loopt, maar niet alleen dat, het is een hydrostaat die ook gekoppeld is aan een versnellingsbak. En dat maakt zeg maar, dat hij zijn koppel ook houdt. Dus dat is wel interessant. 2016 was eigenlijk al dat wij gebruik maakten van schermen binnen de tractoren. En eigenlijk is dit voor die tijd al een hele moderne trekker en doet hij nog steeds eigenlijk wel zijn dienst.